Ja, aanstaande zondag spelen we het duel met Excelsior. Bij Excelsior speelt sinds dit jaar Kenzo Goudmijn. De jongen uit de jeugdopleiding van AZ. En zijn vader, Kenneth Goudmijn, ja, die is natuurlijk assistenttrainer bij AZ. En speciaal daarom zijn we vandaag op bezoek in Kralingen bij Kenzo. Hier in Rotterdam, Excelsior. Aanstaande zondag mag je AZ ontvangen, hoe is dat? Ja, leuk. Speciale wedstrijd voor mij natuurlijk. Maar het blijft gewoon een wedstrijd die ik graag wil winnen. En misschien nu wat nog iets liever. Want? Je vader zit er. Mijn vader zit er, maar ik denk dat de grootste reden is. Omdat ik heb, vanaf dat ik 10 ben, zit ik al denk ik, oh, zat ik bij AZ. Ik ben verhuurd ook aan Excelsior. Ja, het is wel een speciale wedstrijd. Ja, kan je eens vertellen over de fase waar jullie in zitten met Excelsior op dit moment? De fase op dit moment, nou, ik denk dat we best wel goed van start zijn gegaan. En dat we nu, misschien als je van buiten afkijkt, denk je Excelsior op de 12e plek met zoveel punten, dat is goed. Maar ik denk als wij als team kijken en ook als je de wedstrijden ziet, dat we ook wel wat kansen hebben laten liggen. Zodat het misschien nog beter had kunnen zijn. Maar ja, we zijn gepromoveerd vanuit de KKD, spelen nu Eredivisie. En ik denk dat iedereen daar heel blij mee is. Dat we er heel erg mee bezig zijn om gewoon te handhaven dit seizoen. Hoe zit je er op dit moment zelf in, als je kijkt naar je eigen spel? Ik denk dat ik wel oké in zit. Ik denk dat ik het gewoon goed doe. Maar er is altijd ruimte voor verbetering en dat zie ik ook zeker. Ik denk dat wij als team ook op dit moment meer kunnen en moeten scoren. Ik sta op de teampositie, dus daar ben ik ook gewoon bij betrokken. Dus daar kijk ik naar mezelf ook heel erg naar. Maar ja, wat je zegt, ik speel veel en ik denk dat ik me goed staan. Nou, ik denk dat ik daarin wel tevreden mag zijn. En hoe is nou dat gevoel dat je zondag hier zo loopt en dan in één keer je vader hier naast je staat? Nou, mijn vader en ik hebben wel een hele goede band en ook altijd al in de voetbal wel dicht bij elkaar gezeten en ook daar een goede band in gehad. Dus ja, ik denk dat wij dat allebei wel goed soort van kunnen scheiden. En tuurlijk is het leuk als ik hem zie zitten, maar op dat moment ben ik eigenlijk gewoon alleen maar bezig met de wedstrijd. En ik zie hem voor de wedstrijd, na de wedstrijd wel even. En daarna voor de rest wil ik gewoon graag presteren. En dat heeft daar eigenlijk niet zoveel mee te maken. Ja, en hoe kijk je dan terug op je periode bij AZ? Ik heb een hele goede tijd altijd gehad bij AZ. Het is een warme club die heel veel met je bezig zijn. Maar ook een grote en een goede club waar je heel veel leert. Ik heb nooit... Natuurlijk heb ik betere periodes en mindere periodes gehad. Maar ik kijk altijd met een warm hart naar AZ. Dus ja, dat is... Hoe die fase voor mij is geweest. Ik heb het denk ik goed gedaan in de jeugd. Ook bij het eerste goede moment gehad en ook op trainingen noem op. En zelf ervoor gekozen samen met de club om, als het dan niet bij AZ op dit moment gaat, om ergens anders te laten zien van dat ik het kan. Precies. Dus ja. En die ervaring op te doen in de Eredivisie. Zeker. Ja. Dat het heel belangrijk is. Ja. En daar ben ik ook heel blij mee dat dat nu gebeurt. Maar kan je het nog herinneren trouwens hier? Ja, ik kan. Ja, tuurlijk. Het was niet een hele goede wedstrijd. Alles was al gespeeld. Volgens mij was Excelsior dat jaar gedegradeerd. En dus waren wij derde geworden, denk ik. En konden niet meer omhoog, niet meer omlaag. Ja, toen... wij speelden die weken voor tegen PSV. En toen zou volgens mij de kans ook groot zijn dat ik mijn debuut zou maken thuis. Dat had heel mooi geweest. Maar uiteindelijk is je debuut... debuut is je debuut. En ik was er toen heel blij mee, en nu nog steeds. En het is wel toevallig dat het tegen Excelsior was. Ja, dus Stadion Woudestein blijft een bijzondere plek. Tuurlijk, zeker. Wie is de betere voetballer? Gaan we zo gelijk beginnen? Dit is vraag 1. Lekker er binnenkomen. Nou, op dit moment ik. Hij voetbalt niet meer, toch? Ik denk dat ik dat hij ook moet oppassen als hij nu opeens gaat voetballen voor wat spieren en omhoog. Wie kan er slechter tegen zijn verlies? Kan ik ze ook beide omhoog doen? Dat is wel, maar met alles, met wat we ook spelen, gaat het om een klein bordspelletje of iets. Als er verloren wordt, dan... Het maakt echt niet uit. Nee, het maakt echt niet uit. Er kan wel wat vliegen. Dus ja, ik denk dat het beide is. Nou ja, ik heb wel eens met een hele goede vriend van mij, Orlando Trustful, als we dan een schaakspelletje speelden en ik stond achter, dan gingen de borden door het huis. En bij hem ook trouwens, dus we maakten nooit een potje af. En hoe heeft je zoon dat? Mijn zoon die wordt echt stinkzagrijnig. Dus die kan er ook niet tegen? Ja, die kan er ook echt niet tegen. Dat is slecht tegen zijn vlies. Wie is er dan beter in spelletjes? Ja, dat is duidelijk. Die is duidelijk. Ja, die is maakt duidelijk. Niet uit welk spelletje. Nee, nou dat niet. Als we op de PlayStation gaan, dan leg ik het wel af. Als we gaan gamen tegen elkaar, dan,
Als FIFA tegen elkaar spelen of wat dan ook, dan wordt het hem niet voor hem. Nee, en bijvoorbeeld 30 seconds? 30 seconds ben ik ook heel goed in. Dan doe ik mezelf ook weer omhoog nu, zeker weten. Ja. Wie is er vaker te laat? Ja? Heel, heel laat of valt het mee? Nee, tenminste. Hij is bij mij altijd op tijd, maar ik ben eigenlijk niet vaak te laat. Nee. Dat zou ik niet weten. Ik denk dat we beide niet echt te laat komen. Beide op tijd? Ja, beide op tijd, ja. Ja, moet ook wel. Maar trouwens, buiten de voetbal om, als het niet per se moet, dan denk ik ik. Okay. Ik heb nog wel eens daarmee dat ik denk, nou, is wel goed. Rustig aan. Ja, maar als ik moet zijn op tijd, als ik afspraken heb, dan ben ik op tijd. Wie heeft er 's ochtends het meest tijd nodig voordat hij naar zijn werk kan? Gelijk. Ja, gelijk. Tenminste, ik heb wel even tijd nodig. En ik weet dat Kenzo ook echt tijd nodig heeft. Voor je haar? Nee, of bedoel je dat? Ik dacht om even wakker te worden. Oh nee, dat, om klaar te maken. Dan zou het ook ik zijn, hij heeft geen haar. Hij heeft, ik denk dat we beide wel snel klaar zijn. Hoor. Ik denk dat hij het licht wint. Dit is een half punt voor zijn hoofd. Ja, hij wint het. Wie is de grootste grappenmaker? Ja, ik kan het. Mijn vader wel. Ja, wel? Ja, mijn vader die houdt er wel van. Ik ben soms nog wat serieuzer daarin. Ik denk dat hij... Hij heeft het ook allemaal gezien. Ik denk dat hij op training ook heel erg in de grapjes en leuk met de spelers en noem maar op. Ik denk dat hij daar ook dat ook wel verdiend heeft. Zeg maar. Ik denk dat Kenzo het wel is. Dat is grappig, hij zei jou. Zei hij mij? Ja. Oh. Hij vond jou de grotere grappenmaker. Weet je niet? Ja. Nou, kunstig. Wie heeft het beste schot? Ik ga gewoon mezelf zeggen. Ik. Heel goed. Maar ik weet dat hij er iets bij gaat halen. We hebben ooit een spelletje gespeeld, Raak de Kaas. En dat liep niet zo goed af voor mij. Kom op, hè. Bam! 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 Ja, ik wil het horen. Ik wil het horen. Rekka, ik wil het horen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Daar ben ik echt ziek van. Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. AZ, AZ, AZ. Ja. Wie gaat de zondag winnen? Excelsior, zeker, daar gaan we voor. Dat is niet eens een vraag. Die lijkt me duidelijk, toch? Ja, ik neem aan dat hij dit bordje ook omhoog heeft gedaan. Hè? Nee, hij deed het andere bordje. Hij deed dat bordje, ja. Dit bordje.